Helaas is het fout gegaan. Excuses aan de inwoners voor de overlast die dat met zich meegebracht heeft, maar gelukkig hebben we een oplossing gevonden. Excuses van milieuwethouder Ton de Gans aan de inwoners van Zoeterwoude. De aanslag van de jaarlijkse milieuheffing klopte bij veel mensen niet. Op het moment dat een inwoner zijn zak in de container deponeerde, dat niet goed geregistreerd werd in het systeem, en dat heeft te maken met dat er hiervoor een nieuw systeem in gebruik genomen is. Door een fout in de inrichting werd voor zowel grote als kleine zakken het hoge tarief in rekening gebracht. De fout kwam aan het licht bij de jaarlijkse afrekening van de milieuheffing. Op het moment dat je natuurlijk aan de slag gaat met dat uh, laten invoeren door de partij die de, uh, de inningen doet bij het GR, dan kom je daar uh, vervolgens achter. Zoeterwoudenaren die een te hoge aanslag ontvingen, hoeven zich geen zorgen te maken. De gemeente heeft na de ontdekking van de fout alsnog de juiste gegevens weten te achterhalen. Er is gelukkig terug te halen wat het juiste bedrag moet zijn. En degene die het betreft aan inwoners, die krijgen dus een nieuwe aanslag tussen nu en vier weken op de deurmat of digitaal in hun box. Als het wel klopt dan komt er geen nieuwe aanslag en dan mag de al in rekening gebrachte bedrag mag dan of via de automatische incasso betaald worden of via de factuur die men krijgt. Want als je een automatisch incasso hebt, dan hoef je als inwoner niks te doen. Dan wordt het automatisch gecorrigeerd. En anders dan moet je natuurlijk gewoon het bedrag betalen. De gans heeft er alle vertrouwen in dat de milieuheffing volgend jaar wel in één keer goed gaat. Uh, als de techniek niet verandert, dan is het gewoon een blijvende oplossing.